Wat, voor wat betreft, u hebt de Robocop en andere films gemaakt. En ik heb begrepen dat steekspel een totaal andere vormgeving is van wat u al hebt gemaakt. Ja. Waarom de verandering? Omdat ik... Omdat ik graag dingen doe die ik niet heb gedaan. En ik had eigenlijk dit genre van lichte comedie eigenlijk. Dit is een beetje komisch, maar het gaat ook over hoe mensen zijn. Het gaat heel erg over overspel en ontrouw. En in een niet beschuldigende manier. Eigenlijk wordt er heel losjes mee omgegaan. En ik vond het leuk om een film te maken waar een tal van mensen helemaal of behoorlijk amoreel zijn. Zo, dat heb ik nooit gedaan. En ik heb zoveel science fiction gedaan in Amerika, dat dit was weer iets om terug te gaan naar gewone mensen. Niet in een oorlogsomstandigheden zoals een zwart boek wat ik daarvoor heb gedaan, maar gewoon mensen van nu en jonge mensen van nu, hoe die reageren op hun ouders, op hun vader die met andere vrouwen naar bed gaat enzovoorts. En hoe ze zelf zijn. En het was eigenlijk een beetje... Om dat in Holland te draaien was eigenlijk een beetje een verjongingskuur. Ook omdat je met hele jonge mensen werkt, jonge crew. En mensen die altijd allemaal 30, 40, 50 jaar jonger zijn dan ik. Dus dat was, ik vond het fascinerend, ontzettend leuk en ik heb ontzettend veel geleerd. Merkwaardig genoeg. Ik heb begrepen dat er iets toch totaal anders was met de hele script van deze film. Nou ja, dat zeker natuurlijk. In principe werd het script geschreven door het publiek. Maar die moesten dus via het internet opschrijven wat ze dachten dat er moest gebeuren. En dan moesten wij, Robert Alberding Tijm, dus mijn partner en scenario schrijver in feite, moesten proberen van al die inzendingen, er waren soms 600-700, om daar een verhaal in echt te brengen. Want dat kwam nou niet zo van het publiek, maar wel tal van leuke ideeën en visualisaties, goede dialogen en al dat hebben we allemaal gebruikt. Maar we hebben wel onze eigen draai een beetje aan de structuur moeten geven. Maar het publiek heeft dus in dit geval het script geschreven. Ik heb begrepen, ik weet niet of het correct is, maar het zou een 4-minuten film worden in het begin. Nee, het zou altijd een minuut of 25, 30 worden. Een aflevering van 5 minuten. Dus elke paar weken draaide ik 5 minuten. Maar uiteindelijk is het 53 minuten geworden. Omdat ik veel meer draaide en dat er eigenlijk meer dingen binnenkwamen die leuk waren. Dus en zolang de structuur en de dramaturgie kloppen, kan je dat wel langer maken. Dus dat hebben we gedaan. Alleen de eerste 5 minuten is geschreven door een echte scriptschrijver, Kim van Kooten, de dochter van Kees van Kooten. En daarna heeft het publiek, dus alle de 45 andere minuten, zijn door het publiek geschreven. Voor wat betreft de acteurs, waren het ervaren acteurs? Nou, ik heb alleen maar gewerkt met ervaren acteurs. Er zijn ook groepen geweest bij het publiek die ditzelfde verhaal ook gefilmd hebben. Maar dan met vrienden, kennissen, meer amateurachtige mensen. Maar ik heb alleen maar gewerkt met professionals. Peter Blok en Ricky Kolen. En nou ja, allemaal mensen, hele jonge mensen natuurlijk. Bijvoorbeeld Gaitje Jansen, die een van de rollen speelt, die zit ze bijna nu nog op de toneelacademie in Maastricht. Dus die is 20 nou. En Caroline Spoor en Sally Harmsen zijn ietsje ouder, 23, 24 of zo. Maar dus dat zijn allemaal jonge mensen die eigenlijk al op school behoorlijk getraind zijn om voor film en televisie te werken. Anders dan in mijn tijd, want alle acteurs in mijn tijd, toen ik in Holland werkte tot 85 toe, dat waren toch vaak mensen die alleen maar toneel eigenlijk wisten hoe ze toneel moesten spelen. En dan moest je eigenlijk steeds uitleggen hoe dat bij film een beetje anders moet. Ja. Is het uw eerste keer op Aruba? Nee, de tweede keer. Ik ben hier geweest in 1965, toen was ik... Luitenant de Zee, derde klas, speciale diensten van de Koninklijke Marine. En daar was ik 2 jaar in dienst. Dat was toen nog, dat moest toen nog. En toen heb ik een documentaire over het Korps Mariniers gemaakt in Aruba en Curaçao. Uw laatste woorden aan de bevolking van Aruba? Aruba, ik hoop dat ik zo snel mogelijk weer terug kan komen, want het was fantastisch. Dankjewel.